Heerlijk, zo'n ventilator op je. En een nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent. Met een vrachtwagen met Truck of the Year 2013. Met zo'n goede truck kan het gewoon niet misgaan eigenlijk. Welkom bij Vincent Vrachtwagenchauffeur. Woo! Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nu adviseur. Met een goed humeur, Vincent chauffeur, yeah! Wauw, ik zat zo te denken, hè. Zal ik ooit, als ik later oud ben, zal ik dan zo hoog kunnen zingen nog? Dat is ongelooflijk. Oh, wacht. Even goed zeggen, jongens. Goed. Oh, ja, het gaat weer goed. Mooi zo. Nee, maar dat is ook zo te denken. Ik zat zo van, ja, weet je, met die uithalen. Ik ben gewoon jaloers als ik daar oud ben en ik kan dat niet meer. Dus ik ben eigenlijk trots dat ik nog steeds zo hoog kan uithalen met zo'n nummer. Ik ga uitkijken, want ik doe niet opletten in het begin van deze video. En dat is geen groot welkom bij deze nieuwe aflevering. We zitten op de weg en jullie weten het waarschijnlijk als jullie de vorige aflevering hebben gevolgd, dat wij richting Duitsland zijn. We zijn eigenlijk in Duitsland, maar we gaan richting het noorden van Duitsland. Helemaal naar de top. En we zitten nog steeds in onze Truck of the Year 2013 truck. En dit is een hele scherpe bocht, dus ik moet wat afnemen. En kijk jongens, wat een prachtig uitzicht aan de rechterkant. Kijk, ik wil even kijken zo, want ik vind dat mooi. Maakt ook even niet uit of ik bots, want ik vind het gewoon even schön om even te kijken. Schön, hè? Dat het Duits is natuurlijk, hè? Schön. Ja, hè? Wacht, ik ga eens even iemand bellen. Ik ga Rovi eens bellen. En kijken of ze opneemt. Ik heb namelijk een nieuw apparaatje, dat weet u. Ik heb hem af en toe in mijn truck. En dan ga ik iemand opbellen en dan ga ik eens even kijken of... Snelheidsboete, oké, ik moet afleiding. Ik ga Rovi bellen, wacht even. Zo, nu gaat hij over, hoop ik. Ik hoop dat hij doet en ik hoop dat mijn ontvangst goed is in Duitsland. En of ik want verbinding heb met Rovi. Gaat het lukken? Hallo? Hallo, Rovi? Ja? Ja, hallo. Hallo? Hoor je me goed? Ja, ik hoor je prima. Ik hoor jou ook prima. Ja, sorry, je zal denken waarom ik bel. Ja. Maar ik verveelde me. Oh, ja, wat ben je aan het doen dan? Ik rijd naar Duitsland. Oh, en je bent aan het bellen? Ik heb een programma, een hands-free ding. En dan kan je zo praten met iemand. Oh, ik kan zelfs, okay. Ik kan zelfs, dat is nieuw, ik heb uitgevonden, je kan zelfs twee mensen in één gesprek laten bellen. Of dat... Oh, echt? Ja. Zullen we het eens proberen? Nou, nog eens iemand. Als het lukt hoor. Ik heb Erik, Giovanni doen? Ja, doe maar Gio bellen. Oké, wacht even hoor. Oké, als het goed is gaat hij nu over. Ik weet niet of het lukt hoor. Het is even een test. Hij gaat over bij Gio, zie ik. Maar het kan zijn dat hij er niet is natuurlijk. En dan ligt het niet aan. Het nummer dat hij probeert te bellen is niet bereikbaar. Spreek wat in na de piep. Gio? Hallo, ben je daar? Neem de telefoon op als je dit hoort. Hé, jammer, ik denk je trapt erin. Oh, nou, Rovi, zie je, het werkt. Ja, ik wat? Zie het. Wat werkt? Ik bel jou nu, terwijl ik Rovi ook aan de lijn. Hoor jij Rovi dan niet nu? Jawel, maar... Oh. Hè? Ja. Heb je Skype aanstaan of zo? Nee, dat is via mijn telefoon. Ik heb een programma laten inbouwen met mijn navigatiesysteem. En... Ik kan op een of andere manier kunnen, ja, kan dat verbinden met elkaar. Ik denk dat je het op Skype moet zien, denk ik. Oh, apart? Ja, soms als ik wat afwezig ben, maar ik moet af en toe ook opletten op de weg. Want het is een beetje druk ja, hier aan het worden. Ja, dat moet je inderdaad doen. Dat je ergens tegen een boom aan zit of ergens een vangrail ligt. Nee, ik doe rustig aan hoor. Ja, nou, je weet het maar nooit meer. Maar die mensen jou. Rijden altijd slecht. Waar ben je dan nu? Ik zal eens kijken. Op de weg ben ik nu. Oh ja, dat mag ik hopen. Nou, het is wel eens anders geweest. Nee, ik ga eens kijken waar ik ben, want ik kwam net langs Berlijn, de hoofdstad. Oh. Ik ga nu met 100 door de bocht. Ik zit vlakbij. Ik zie nog geen, ik zie geen dorpje staan of iets. Moet je even doorrijden? Ja, ik moet doorrijden, ja. Hoe laat is jullie eigenlijk? Oh shit, wat doet die auto daar voor me? Vrachtwagen, die wilt inhalen. Jezus man, ga dan inhalen. Sorry hoor.
Maar die vrachtwagen wil iemand inhalen en dan gaat hij super stoom rijden. Achterlijke aap. Wat gaat hij nou doen? Oh, in een tunnel inhalen. Alsjeblieft, ga niet naast me rijden. Ga alsjeblieft naar rechts. Ga naar rechts, aap. Oh, mijn licht moet aan. Oeh. Kom mijn auto van rechts. Oh, dan moet ik niks gaan rijden. Dat is moeilijk voor mij. Nee, sorry. Stoor ik jullie trouwens met bellen? Nee hoor. Nee. Ik had niet echt wat te doen. Oh, mooi zo. Wat waren jullie aan het doen eigenlijk thuis? Ja. Ik had een beetje filmpjes te kijken, meer niet. Filmpjes kijken? Oh, ja, moet afval nemen! Oeh, jij hebt het goed. Zo, hieraan te horen weet ik nu al dat ik nooit bij jou in een auto stap. Ik heb gewoon op tijd gered. Oh ja. Oh, file? Meen je dit? Nee. Nee joh. Nee ja, het is een beetje druk bevolkt hier op de weg. Ah joh, gewoon over de vluchtstrook en karren. Ja, dat is mijn vrachtwagen net iets te groot voor. Helaas. Jammer. Wat vervoer je dan? Ik heb gravers. Twee grote gravers heb ik achterop. Oké. Okay. Laat zien aan mensen. Oké. Okay. Het is best wel zwaar. Nou ja, voor mijn vrachtwagen is het zwaar. Ik merk het als ik een berg op ga en zo. En we gaan richting Kiel. Kent iemand een plaatsje Kiel? Ja, nee. Nee? Oh. Kiel is een plaats in Duitsland, denk ik. Oh. Aangezien, ja, ik rijd in Duitsland, dat zal denk ik wel dan. Ik dacht dat het in Spanje was, joh. Oh, en ik zie ook bij de bestemming dat de plaats, het ligt in de buurt van Kiel. En dan, dat is waarschijnlijk het stukje land, provincie of zo, weet ik veel. En we moeten dan naar Stokes toe, het plaatsje Stokes. Volgens mij zou wel passen dat er geen piraten op de weg zijn, Vin. Hoezo? Anders gaan ze hier gaan ze Kiel halen. Ja, gaan ze je Kiel halen. Ja, misschien wel, ja. Ja, dan moet je wel. Daar word je niet vrolijk van, hoor. Nee, ja, daar word ik sowieso niet vrolijk van. Maar ik wist niet dat Duitsland zoveel Duitse boeren had, joh. Nee, maar wat dacht jij dan? Franse boeren? Nee, maar gewoon überhaupt boeren. Oh. Ik dacht dat Nederland bekend stond om zijn boerheid. Zijn boeren. In Limburg wel. Zijn ze wel bekend om boeren. Daar hoor je ze helemaal in Amsterdam nog. Ja. Vooral naar priklimonade hoor. God, die auto voor me. Rij eens even door. Kom op. Toeto even. Oeps. Zo. Ik wil hem inhalen. Lukt niet. Hey, maar weet je wat nou ook leuk is van dat programma? Dat is zeg maar. De kosten gaan van jullie telefoon af. Oh! Wat? Ja. Ja, een ideaal programma. Maar stel je dat is toch niet leuk? Ja, voor mij wel. Ah, ja, voor jou. Ik bel toch onbeperkt, geloof ik. Dus, oh, is het zo? Oké. Okay. Ik blijf nog wel hangen hoor. Oh, tof. Ja. En jij, Roy? Ja, je mag ophangen. Ja, mijn vriend die. Ja? Nee, mijn moeder betaalt de rekening. Oh, dan kan je ook wel even blijven hangen, toch? Ja. Het is maar een telefoonrekening, maakt niet uit. Nou, je hebt dan gewoon rekening mee, toch? Ik ga me in. Ik weet niet of er nog ergens een rekening wordt gebracht, maar. Ja, ik weet het niet. Reken daar maar niet op, hoor. ik probeer hem in te halen. Ja, dan mag het weer niet, want het is weer een doorgetrept trek. Ik ga weer op je. Oh man, die van moet opzouten voor mijn rasjes. Eerst zie ik de mooie omgeving niet van Duitsland. En ik zie niet wat er aankomt om in te halen. Jeetje Christus. Ga weg voor mijn snoet. We gaan nu. We komen ook langs Hamburg. Moet ik wat meenemen? Hè? Wat lief? Ik kom ook langs Hamburg. Moet ik wat meenemen voor je? Ja, een hamburger. Dat verkopen ze daar niet. Alleen maar een braadwurst. Ik ben in Duitsland, Roy. Wel lekker. Lekker braadwurst. Lekker braadwurst. Lekker, ja. Met mayo of met barbecue saus? Liefstotje. Nee, met curry. Ja, met curry. Zeg ze van, het vragen zo van, ja, wat wilt u bij uw braadworst? Mayonaise of ketchup? Wat heeft u? Curry. Oké, ik ga hem inhalen. Ik ben helemaal gek van die vent. Kom op! Weet dat er weer een auto aankomt, man, dus ik probeer in te halen. Gassen! Mag niet te hard zeggen in Duitsland. Kom op! Hou hem in! Ik mag hem nooit. Er komt er een aan! Oh, nee. Ja! Mooi gedaan, Vince.
Rest lukt het nog? Ja, ik kan goed rijden. Jullie moeten echt een keer naast me komen. Ja, nou, liever niet. Nou, jij bent nog een keer mee geweest, hè? Ja, nou, dat vond ik wel erg genoeg. Vond je niet leuk? Ik ben blij dat ik via de telefoon met je praat en dat ik niet naast je zit. Nou ja, hartstikke gezellig hoor. Ja, dat nou, geloof ik best. Ja, als er iemand met jou mee moet rijden, er zit niemand naast je. Jij stout ze gewoon achter die vracht in. Ja, nou ja, dat is een mooie plek hoor. Ik heb een paar uur met kramp gelegen daar. Oh, ik kom langs het strand. Nou, stap uit. Oh, wauw, ik heb het nog nooit gezien. Oh, wat mooi dit. Oh, wauw. Wat schattig. Ik zie ook allemaal graven, allemaal kuilen natuurlijk. Oh. Duitsland, hè? Ja. Leuk, joh. Oh, wat leuk strandje ging ik langs. Dat is helemaal niet druk op het strand daar. Er was niemand in het water en zo. Dat vind ik wel jammer. Dat zijn details die ontbreken in zo'n game als dit. Dat vind ik jammer. Dat vind ik heel jammer. Ja, jammer dat. Jammer dan. Ja, een beetje jammer, hè? Volgende keer beter. Oh! Mm-hmm. Ik weet ook echt niet hoe hard ik mag rijden, want ik zie niks langs het bord en mijn navigatiesysteem. Ik weet niet wat jullie, van welk merk jullie hebben, maar deze klopt voor geen reet. Ik moet gewoon een TomTom hebben. Ja, ik weet niet of dit TomTom is, staat niet eens erbij. Maar hij geeft achterlijke dingen aan. Ik weet niet waar je hem vandaan hebt. Een kringloopwinkel. Blokken. Ik kan hem gelijk terugbrengen dan. Nou ja. Wel over een bruggetje, schattig. Oh, een beetje scherp bochtje. Ik ga maar niet hard, maar mijn vrouw rijdt zo heerlijk soepel. Dat is ongelooflijk. Lekker! 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 Ik wil echt genieten. En geloof me, als je naast me zit, je kan lekker van de omgeving genieten, wat ik weer niet kan. Ja, ik moet vooruit, ik moet er wegletten, weet je. Maar je ziet echt een mooie omgeving. Vooral als ik naar Duitsland ga of Italië, dan raad ik je aan om een keer mee te gaan met me, hoor. Toch wel? Ja, toch een keer proberen. Ja, no. Een keer online spelen of zo? Dat kan toch wel? Wie had die game, en wie had deze game ook? Van jullie? Ik, hè? Oh, jij, hè? En Robi ook? Ja. Of je braadworst met curry wil of mayo? Nee, met ketchup. Hebben we niet. Okay. Curry of mayo? Mosterd. Hebben we niet. Curry of mayo? Allebei. Hebben we niet. Wat? Dat heb je wel. Braadworst. En oud brood. En korstjes. Want die korstjes mag je een nieuwe maken. En we gaan niet naar rechts, we gaan naar het centrum. Oh, ik had niet rood. Ah, ik ga naar oranje. Na. Oh, wauw, die omgeving is leuk. Zo'n beetje Limburgs omgeving, weet je. Van die boompjes, van die dennenboompjes. Oh ja, want dat hebben ze ook alleen in Limburg. Ja. Niet zo. Hey, maar ik ben bij de tol. Ik ga jullie ophangen, is dat goed? Oh, klinkt heel vraag. Nou. Ik ga het knopje uitdoen, want ja, ik ben bij de tol en ik ben bijna bij de eindbestemming. Ik geloof nog een kilometertje. We hebben Kiel ontdekt. Yes! Wat heb je ontdekt? Kiel ontdekt. En ik ben er al bijna bij bestemming. Ik ga jullie ophangen, tot de volgende keer. Oh, doei. Doei, bedankt. Doei. Zo. Nice. Dat waren Roby en Gio. En ik ben bijna bij de bestemming. Daar ben ik wel blij om, want dan kunnen we mooi... We hebben echt goed ons best gedaan. Het was een lekkere rit zo. Ik bedoel, we hebben het echt snel gedaan. In 3 afleveringen gewoon keihard van Polen naar Duitsland. Fantastische rit door de omgeving. We hebben niet zo heel veel gezien, maar wel een nieuwe plek. We hebben een strand gezien voor het eerst. En dat maakt het wel gaaf. Hoe uitgebreid deze game is, is ongelooflijk. We gaan eens kijken. Waar moeten we daarin? Ik denk hier naar links. Dan ga ik even in mijn spiegel kijken. Ik wacht dan even netjes op die bus. Zo, nu gaan we naar... En ik ga hem ook wel netjes parkeren, weet je? Dat is gewoon... Uiteindelijk ga je dat ook doen, weet je? En het wordt lastig met deze hele grote achteruitkant. Oké, ik ga het proberen, jongens. Let op. Dan ga ik even dit doen. Zo.
Dit gaat wel goed volgens mij. Hoop ik. Dit is zo nice geparkeerd, jongens. Moet je kijken, jongens. En we gaan dus vrachtwagen gelost worden. Druk op de volgende knop om de trailer te koppelen. T. Nice. We hebben het geweldig gedaan deze keer. Samen met jullie. We hebben 982 kilometer afgelegd in 13 uur. En we hebben een level bereikt van level 10 ervaren werker. We zijn eindelijk level 10 geworden. En dat betekent... Yeah! Weet ik veel wat dat betekent. In ieder geval, we krijgen door de vaardighedenrang... Van de lange afstandsleveringen bonus krijgen we meer XP. Dat betekent dus hoe verder wij gaan met de punten, zoals je hier ziet, hoe meer XP we krijgen. Nou, ik wil eigenlijk de hoge waardevracht wat opschroeven. Zodat we eigenlijk wat meer daarin kunnen doen. En dat we ook wat andere vrachten krijgen. Nou, tof. Ik ga hem toepassen. Ik bedank iedereen voor het kijken. En tot de volgende keer in Vrachtwagen Simulatie Vincent. Chauffeur Vincent. Doei doei.